Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan. Ja, het atelier is in de oorlog blijven draaien. Jacob Merkelbach zelf is overleden in 1942. Zijn dochter Mies bleef dus eigenlijk alleen achter, want haar man was toen al gearresteerd in het najaar 1941. Zat in Duitse gevangenschap en bleef daar ook tot eind van de oorlog. Die kwam pas in juni 1945 terug. Zij stond er dus helemaal alleen voor. En het is in de crisisjaren ook niet goed gegaan. Niet alleen met Studio Merkelbach, hoor. Dat gold voor alle portretstudio's in die tijd. Het was gewoon een heel moeilijke tijd. En dat kunnen we zien aan de inventaris die is opgemaakt toen de nalatenschap verdeeld moest worden. Het bleek eigenlijk nauwelijks meer iets aanwezig. En dat wat geld waard was, zoals de geweldige camera, die hier ook op de tentoonstelling staat, die was toen al op papier verkocht en dus weer in bruikleen teruggegeven, zeg maar, zodat ze wel kon blijven werken, maar het was niet meer haar eigendom. Dat heeft ze allemaal weer terug moeten verdienen in die oorlogsjaren. Hier hangen verschillende portretten van in de oorlog. Ja, dit is een hele bondige samenvatting van natuurlijk toch een turbulente eerste half 20e eeuw, zeg maar. Dus hier hangen echt enkele voorbeelden van wat je zou kunnen noemen familieportretten. Het begint zelfs met een poes. Mensen gingen ook met hun poes naar de studio. Voor de oorlog waren er ook veel Joodse klanten onder de klandizie van Merkelbach. En de grote tragedie van de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk dat zij zijn afgevoerd en vermoord voor het grootste deel. Er hangt hier een portret van de familie Poljakov. Dat waren de benedenburen van de Merkelbachs in de Van Baarlestraat. En ze hebben zich nog in 1942 laten portretteren, de ouders met hun twee dochters. Voordat ze zijn gedeporteerd. De ouders hebben de oorlog niet overleefd, de dochters wel. En ja, het wordt allemaal extra wrang als je beseft dat er in de studio ook Duitse militairen kwamen om zich te laten portretteren. Er zijn zo'n ruim 200 portretten van Duitse militairen bewaard gebleven. En het was niet voor niks dat ze daar kwamen, want ze hadden op het dak van het Hirschgebouw luchtafweergeschut geïnstalleerd. En de toegang daar naartoe liep door het atelier van Mies. Dus zij had ook een deel moeten afstaan aan de Duitsers en zij liepen daar in en uit en hebben zich dus ook laten portretteren. Ondertussen deed ze ook illegaal werk en na de bevrijding kwamen de bevrijders om zich op hun beurt door haar te laten portretteren. Dus we zien ook nog in deze tentoonstelling de generaal Volks die de overgave van de Duitsers in Wageningen heeft namens de geallieerde strijdkrachten heeft ondertekend. We zien ook Kees van Rij, een vriend van Bobby Rozenboom, de schoonzoon van Merkelbach met wie hij gevangen zat in Duitsland. En we zien ook een beeld van drie jongelui, een zus en twee broers. De broers allebei in uniform, eentje als dienstplichtig soldaat en ongetwijfeld bestemd om naar Indonesië uitgezonden te worden. Ja, dat is in kort bestek een heel stuk geschiedenis. Hier staan nog meer foto's van prachtige dames. Merkelbach zat dus op de bovenste verdieping van een chic modehuis, Hirsch. Dus het hoeft niet te verbazen dat hij ook modefoto's heeft gemaakt. En ja, daarvoor had hij natuurlijk ook modellen nodig. En dochter Mies is onder andere een van die modellen. Dus we zien haar hier terug in chique kleding van Hirsch. Die werd dan van beneden gehaald. En ze mocht zich dan in avondjurk en bont hullen en werd door haar vader prachtig geportretteerd. We zien ook Letty van Wijk, dat was wel een professioneel model. Zij was mannequin van Hirsch. En Merkelbach heeft haar veelvuldig gefotografeerd. Zij kon ook echt de camera bespelen. Dat zie je aan haar houdingen en haar uitdrukking. Dat is heel professioneel. Dus dat geeft een heel mooi beeld van de mode in die tijd. En door het archief heen zie je dus ook echt die ontwikkeling van de mode uit de Eerste Wereldoorlog tot aan de modernere tijd. Met later moderne stretch badpakken en wandelkostuums of tenniskleding. Van alles kom je erin tegen. Daar zijn ook foto's van toneelspelers. Acteurs waren belangrijke klanten van Merkelbach. Een acteur en een fotograaf die hadden elkaar eigenlijk heel hard nodig.
Want acteurs hadden natuurlijk publiciteitsfoto's nodig. En ze lieten zich portretteren. Maar omdat hun foto's werden gepubliceerd of omdat ze ze weggaven met signeringen of opdrachten, bereikten ze een groot publiek en dat was tegelijkertijd weer reclame voor de fotograaf. Maar wat in die tijd ook bijzonder was, dat theaterfoto's, dus waarin je echt een theaterstuk uitgebeeld ziet, die konden niet in de Schouwburg worden gemaakt, want daar was te weinig licht. Dus wat gebeurde er? Acteurs die kwamen met hun kostuum naar het Leidseplein, stegen omhoog met de lift, kleden zich om, werden gegrimeerd en namen dan voor de camera een pose aan of beelden echt een scène uit. En er zijn prachtige voorbeelden van te zien op deze tentoonstelling. Er hangen bijvoorbeeld foto's van Sam de Vries gegrimeerd en met nep baard en dezelfde acteur in hetzelfde jaar gefotografeerd, maar dan zoals zichzelf. Het is ook een samenwerking tussen de fotograaf en de mensen die achter de schermen werkten, de retoucheurs. Want het werd niet een decor nagebouwd, zoals in de Schouwburg. Dat kon natuurlijk niet. Dat was niet de bedoeling. Maar met de requisieten, dus met de spullen die in de studio stonden, wisten ze toch iedere keer weer iets te arrangeren waardoor het aansloot op het stuk wat uitgebeeld moest worden. Dus Merkelbach maakte veel gebruik van een nep marmeren zuil en een nep marmeren bankje. En dat kon dan als steun van de acteur dienen. En vervolgens werden, als de plaat ontwikkeld was, de glasplaat door de retoucheurs nog eens verder allerlei details ingetekend. En zo krijg je een toneelbeeld, ja. En er is naast deze tentoonstelling nog een tentoonstelling? Ja, dat klopt. Het is een dubbel tentoonstelling, want we vonden het ook interessant om portretfotografen van nu te vragen om werk te maken waarbij ze zich op een bepaalde manier tot Merkelbach verhouden. En dat hebben ze op heel verschillende manieren gedaan. Erwin Olaf heeft Joodse Amsterdammers geportretteerd. En die heeft daar kooldrukken van gemaakt. Dat is ook weer zo'n ouderwets procedé dat Merkelbach ook gebruikt. In de tentoonstelling hangen ook kooldrukken van Merkelbach. Maar in de hal zie je dus kooldrukken van Erwin Olaf. Petra Stavast heeft, dat is heel erg leuk, Merkelbach werkte dus met een reusachtige houten platencamera. En zij heeft een serie portretten gemaakt van jonge en bekende theatermensen. Ook weer naar analogie van Merkelbach, maar dan met een, nou niet eens een echte camera, met een Siemens telefoon. Eigenlijk de eerste waarmee je ook foto's kon maken, de S75. Ik weet niet uit welk jaar die was, maar inmiddels alweer een hele tijd geleden. Dus dat is technisch gezien natuurlijk iets totaal anders dan die grote platencamera. Dat geeft een hele mooie, korrelige structuur aan die beelden. En de derde serie is van Anoushka Blommers en Niels Schum. Zij zijn eigenlijk net als Merkelbach een studio die ook reclame doet, ook mode doet, ook theatermensen doet. Ze hebben een aantal beelden uit hun productie van het laatste tijd gekozen. En daarnaast hebben ze drie beelden samengesteld uit voorwerpen. En als je door je wimpers kijkt, herken je portretten van Merkelbach erin. Ook een leuke tentoonstelling. Ook een hele mooie tentoonstelling. Hartelijk dank voor dit interview. Graag gedaan. Als op het Leidseplein de lichtjes meer eens branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad.